ABOP-parlementariër Edgar Sampi wil dat er erkenning komt voor een landelijke studenten- en scholierenbond. Geen enkele regering heeft ooit een organisatie erkend die opkomt voor de belangen van studenten. Er zijn veel pogingen ondernomen om studentenorganisaties op te richten. Echter vindt Sampi dat deze organisaties steeds stuiten op negatieve reactie van de overheid. Een landelijke studenten- en scholierenorganisatie is volgens de parlementariër nodig wanneer er beleid wordt gemaakt voor deze doelgroep. Zo is in 2016 een landelijke scholieren- en studentenbond gelanceerd, waar ik de voorzitter van ben, was. Ja, maar die is nooit erkend door de overheid. Pogingen om aan tafel te zitten met de overheid om die organisatie te erkennen, zijn nooit van de grond gekomen. Voorzitter, het is een gouden kans van deze regering om haar liefde voor studenten en de wil studentenbetrokkenheid te vergroten, te tonen door deze actie. Het model dat gehanteerd is bij de Landelijke Scholieren- en Studentenbond is dat elke school een studentenbestuur zal oprichten en vervolgens zich aansluiten bij de overkoepelende studentenorganisatie LSSB. De besturen krijgen zelf de gelegenheid de leden van het bestuur te kiezen. Voorzitter, als persoon die sinds mijn 16e mij bezighoudt met jeugdwerk en een persoon die altijd politieke analyses doet, kan ik stellen dat de vorige regeringen bang zijn geweest voor eventuele confrontaties. Mag dat zijn dat de studentenvereniging opgericht is, erkend is en de studenten niet tevreden mochten zijn over besluiten die genomen zijn door de regering. Voorzitter, ik ben positief gesteld en denk dat deze regering niet bang is voor welke studentenorganisatie dan ook. NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat studenten hun eigen plaats moeten innemen en niet moeten afgaan op een afwijzing van de regering. Veel wat zij willen bereiken hangt volgens Bouva van de studenten zelf af. Er zijn meerdere initiatieven geweest al vanaf 2004, 2005. Studentenvakbonden Nederland hier gekomen, grote debatten georganiseerd met studenten. Ik was zelf delen onderdeel van en daar zelf ook een van de winnaars van het debat. Maar daarna ligt het aan de studenten zelf en vele initiatieven gekomen en gaan gemist. Maar we zullen er veel aan moeten doen om de studenten te prikkelen om hun eigen tory te regelen, om hun eigen ding te doen. Elke overheid zal wanneer er goede dingen zijn daarop aansluiten. En ik neem als voorbeeld diezelfde studentenvereniging eerder bij de vorige spreekwoord aan de orde gesteld van minder draagkrachtige jongeren die we hebben ondersteund met grond, met percelen, etcetera, etcetera. Dus ik ondersteun dat maar genuanceerd, dat het niet op de eerste plaats de rol is van de overheid, maar we zien meer proactiviteit van studenten en jongeren tegemoet, zodat het beleid daaromheen met studiefinanciering alles beter gericht wordt, waardoor er meer kansen zijn voor onze jongeren en studenten. NDP-parlementariër Melvin Bouva gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée.